Daar. Patricia, mooi gemaakt die kaart. Dikke jankzak. Dikke jankzak. Ja, dat is wel. Eerder in de Gouden Kooi. Een brandbrief dreigt alle plannen van Natasja te verstoren. Wilgo heeft er helemaal genoeg van en wil de relatie met de diva beëindigen. Als Wilgo weg is, dan moet ik naar mijn kinderen en dan ga ik dus ook weg. En dan moet ik mijn kinderen zelf op gaan vangen. Dit is de Gouden Kooi. 10 mensen oneindig gevangen in luxe. Natasja is de wanhoop nabij. Ze moet en ze zal Wilgo spreken. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar? Iedere miljonair mag in totaal slechts 3 keer per jaar de Gouden Kooi verlaten. En wie van hen zal haar dat gunnen? Ik moet echt weten of ik het kan oplossen voor mijn kinderen. En als het niet kan... We elkaar sprokkelen de punten nu even. Je kan bellen. Luister dan, schat. Ik heb niks, dus dat maakt het makkelijk. Hoor, Wilgo is weg. Die is het zat. Die is weg. Dat van Brian wel. Dat van Brian en mij is gewoon helemaal verkeerd naar buiten gebracht. Wat ik op dacht. Dus nu zijn mijn kinderen zijn opgesplitst. Mijn ene kind is bij mijn ene zus en mijn andere kind is bij mijn andere zusje wel. Dat weet ik niet. Dus er zijn geen 50 punten. Jij wilt zelf Michel bellen en je ouders. En hij wil Debbie bellen. Dus nu heb ik gewoon echt die 12 uur nodig. Ik moet gewoon echt weg. Ik moet gewoon gaan kijken. Ik ga er helemaal met je kappen. Luister, ik heb die 10.000 euro van iemand geleend. Dat gaat niet lukken om helemaal te stoppen. Het is niet iets wat ik wil. Het is gewoon iets wat ik niet kan. Ik kan niet stoppen. Kijk, komt het echt niet goed met mijn kindjes, dan moet ik wel. Maar als ik het nu nog kan redden, dan moet ik het echt afmaken. Want anders heb ik nog meer hoofdpijn als dat ik hierin ben gegaan. Ja. Je moet iedereen vragen nu, hè? De 12 uur. Dat heb ik toch al gedaan? Nee, hier zitten twee die zeiden, weet ik niet. Je krijgt hem nu binnen en dus binnen 5 minuten moet ik dat. Denk daar eens even rustig over na. In plaats van spullen gaan pakken zeg ik neem het 12 uur. Laat even rustig. Als je nu 12 uur weggaat, gaan de camera's met je mee, hè? Wat Wilgo echt niet jou in dank heeft afgenomen, is dat hij je eigenlijk een beetje voor het blok zet. En dat ga je dan weer doen, hè? Ja. Hou daar rekening mee. Dat gaat opnieuw gebeuren. Die kinderen gaan weer zeggen, dag mama, er komen weer tranen. Als je gaat, dan moet je goed, dan moet je voor altijd gaan. Als je niet gaat, moet je hier blijven en proberen te bellen. En het enige die je kan bellen is niet je zussen, dat is Wilgo zelf. Ja. Ik moet gewoon weten hoe het nou verder gaat met die kids. Ja, weet je, want die kinderen moeten maandag weer naar school toe. En als er gewoon niemand is die ze op kan vangen omdat hij er niet is, dan zou ik gewoon toch naar huis toe moeten. Het is een eigen risicootje neemt. Je gaat erin, je gaat eruit, je hebt die rug kwijt. Klaar. Ga je maar harder werken. Zwart-wit is dat hoor. Ik kan het niet mooier maken, het verhaal. Ja, het is een liefhart en een schat. En tuurlijk, als ik het zou hebben, zou ik het ook zo geven. Maar ik ga die dingen niet beloven. Want daar zitten we allemaal mee. Dat is nee, ik ook niet. Nee, dat doet niet mee. Aan. Waarom wil je zo snel wat beslissen? Wat wil je beslissen? Ja, ik zou weggaan. Ik zou gaan kijken waar die is. Nee, maar je zou weggaan met wat? Met 12 uur? Ja. Maar niet iedereen gunt je die 12 uur? Nee, ik heb het gezien. Okay. Bart niet. Dat weet ik niet, maar... Die liep toch weg? Bart en Stefan liepen toch weg? Betekent dat Stefan zei nee? Maar ik weet niet of Bart dat nee zei. Ja. En die 12, ik ga de 12 uur niet geven, stem ik op tegen. Ik ook. Ik ook. En niet omdat ik Natasja wil sarren, maar gewoon nee, vanwege het feit... Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Als je heel snel iedereen al een beetje hebt gehoord, hebben ze gezegd van... dat zij de betere optie voor jou zien dat je gewoon nu echt weggaat. Naar je kinderen, naar je man toe. Naar Wilgo. En niet 12 uur even heen en terug. En ik kan dat ook niet voor jou inschatten, maar je krijgt niet iedereen achter je. Het zit Natasja niet mee. Die 12 uur vrijheid gunt niemand haar. En als ze zelf opstapt, is ze 10.000 euro lichter. Bellen, dat is haar laatste strohalm. Tja, daar heb je wel contactpunten voor nodig. Jij moet zelf ook bellen, hè? Maar ik wil bellen. Weet je waarom ik ze al niet aan jou zou geven? Nou? Omdat ik gewoon echt wil voor jou en je kinderen dat je gaat. Meen je serieus? Schat, ik ga Wilgo sowieso bellen. Kijk, vanavond hebben we ook die wijnproeverij. Hoe vanavond heb je waarschijnlijk punten met ons groepje? Zit toch bij mij in de groep? Ja, en anders... Nou, dan gaan die anderen maar bewust verliezen. Ja, het liefst zou ik hem gewoon binnen nu en een kwartier bellen. Mm-hmm. Weet je?
kijken wel even wat we vanavond hebben. Dat, een paar uur kunnen er nog wel bij. Dat is al snel genoeg. Het is zover. Vinologe Jana komt de wijntest afnemen. Eerder deze week hebben Bart en Sylvia al stevig geoefend. En nu spant het erom. Er kunnen flink wat contactpunten worden verdiend. En dat is spannend voor alle miljonairs. Want de teams die Bart en Sylvia achter zich hebben, delen mee in de contactpunten. Maar Bart is de grote favoriet van Natasia. Want als hij wint, kan zij eindelijk Wilgo bellen om haar relatie te redden. En daar draait natuurlijk alles om. Hier zit het in. 250 contactpunten. Ik kan je winnen. Ik hoop dat de beste wint. 20 minuten krijg je van me. Als je op een gelijk spel eindigt, gaat het om de bonusvragen. De eerste die het fout heeft, ligt eruit. Denk goed na. Je eerste indruk is meestal de beste. Schrijf het anders een beetje op een zijkantje wat je denkt. In eerste instantie wat erin zit. Kijk goed naar kleur. Denk goed na over zuren. Er wordt diep in de glaasjes gekeken. Het ene na het andere. Chablis, Bordeaux, Pinot Noir, Rioja, Cabernet Sauvignon, Chateauneuf-du-Pape, Chianti. Kortom, genoeg om feest te vieren. Bart zegt, dit is een Centimillon. En Sylvia zegt, absoluut niet, dit is een Rioja. We zullen het zien. Centimillon. Het staat gelijk. 24. En dat betekent de bonusvraag. Natasia moet nog even in spanning blijven. Het verlossende telefoontje is nu wel heel dichtbij. Of? Wie heeft volgens de verhalen haar borst geleend als model voor het ontwerp van de champagnekoep? Was dat Madame de Pompadour, Marie-Antoinette van Oostenrijk of Merlin Monroe? Het antwoord is Madame de Pompadour. Gefeliciteerd. Sorry, ik wist het niet. Ik dacht Marie-Antoinette van Napoleon of zo. Natasia kan haar geluk niet op. Nog even snel de contactpunten incasseren en op naar de private room. En de telefoon. Schatje mij. Schatje mij. Hey. Hey manneke, jij goed? Hoe gaat het met jou? Ja, hoe gaat het met jou? Ach, niet zo goed. Luister, ik heb vandaag je brief gekregen. 3 vragen. Sta je nog achter mij en de kinderen? Natuurlijk. Oké, okay, tweede vraag. Waarom ben je zo boos? Luister. Laat mij praten. Ja? Snel dan, hè? Oké, okay, we hebben 5 minuten de tijd om te praten. Ja, praat. Maak je nergens druk om. Oh. Alles komt goed. Maar alleen wil ik je zeggen, Natasja. Denk erom wat je zegt en wat je in het huis vertelt. Oké. Okay. Daarom was ik zo boos. Oké. Okay. Ja? Okay. Omdat ik vond je bepaalde dingen gedaan die niet door de beugel kan. Ja, heb ik sorry voor gezegd, hè? Oké. Okay. Dus, daarom zeg ik tegen, maak je niet druk. Oké. Okay. Ik blijf achter je steunen. Ja. Jij gaat het winnen. Je? Niks meer. Je bent niet weg bij me? Nee. Hou je nog van me? Ik hou nog even veel van je. Wil je met me trouwen nog? Ja, ik wil nog met je trouwen, maar niet in het huis en laat het achterwege even. Waarom nou? Ja. Natasja. Oké, ik luister naar je, luister. Oké, alsjeblieft, luister gewoon naar me. Maar ik mis je ontzettend, ik was vandaag bijna naar huis gekomen, hè? Ik weet het. Omdat jij niet luisterde wat de anderen je ook zei, moest ik dit doen. Ja? Nee, maar laat jij je ook niet meeslepen, Doosje? Niemand laat mij meeslepen. Okay. Ja, wat anderen zeggen interesseert me niet, heb ik je vaker gezegd. Yeah. Ja, en als jij al mijn brieven laat lezen door een andere, krijg je ook ruzie van. Oké, zal ik ook niet meer doen. Dat klein beetje privé wat ik met jou heb, yeah, is dat er. Oké. Dan laat niemand anders mijn brieven lezen wat ik naar jou toe stuur. Yeah. Ja. Want dan kan ik er ook niet mee, dan heb ik zoiets van... Zoek het uit. Nee, je hebt gelijk. Het spijt me heel erg. Ja? En ik dacht echt dat ik je kwijt was, hè? Nou, dat was je bijna ook, ja. Ja. Dus
Wat ben jij aan het doen, schat? Ik ben bij mijn moeder. Oké. Okay. Ja. En Cheyenne en Jaro, eentje is bij Joe en eentje is bij Meli. Ja, ze zijn gewoon, er is helemaal niks aan de hand met ze. Ja. Alles is heel goed met ze. Ja. Oké. Okay. Dat is het enige wat ik tegen je zeg. Denk na en luister goed als men met je praat. Maar hoor dan. Natasja. Wat ik wil zeggen, kijk je dan niet elke dag? Ik kijk elke dag, maar je moet weten wat je doet. Weet je, het was natuurlijk weer zo vingerwijs. Is het ook. Oké. Okay. Daarom moet je, als je vanavond gaat slapen, gaan nadenken. Maar je weet toch dat ik nee, zo... Nee, Natasja, luister een keer. Denk na wat je doet en wat je zegt. Ja, if you want zocht doen, dan is het ook zo. Ik zeg hem, ik kom er niet eens tussen. Nee, omdat je moet luisteren. Daarom heb ik je zo'n brief geschreven. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Die weggegeven en gaat goed met de kinderen en zijn ze opgestapt zijn. Ja, dat is echt maar ja, dat weet je niet. Ze morgen om 4:30 staan alle spullen gepakt op naar huis gaan zijn. Maar het is dus niet nodig. Ja, ik wil mijn bed. Het is niet zo, iedereen mag gaan. Ja, maar ik dus gewoon niet meer. Ja. En hoe zit het met de wedding? Ja. Daar heb je nog maar even niks over. Heb ik gedaan en dat wilt hij nog wel. Alleen Niet hier. Nee. Ik ben natuurlijk heel zwaar door het oog van de naald gekropen. Niet zo'n beetje ook. Het was in ieder geval geen vingerwijs gesprek. Zo van jij dit en jij dat en jij. Dus nee, gewoon wel alsof hij tegen een groot kind had. Maar desondanks. Maar het belangrijkste heb ik hier gewoon uit opgemaakt. Is dat hij me gewoon vertrouwt. Maar die brief was gewoon even nodig. Want ik was echt een beetje naast mijn schoenen aan het lopen, geloof ik. Bart en Nena denken even lekker rustig uit te zweten in de sauna. Rustig, dachten ze. Goedemorgen. Even een vraag. Bartje, gisteren met die 12 uur, ook zal me verdichten. Toen jij en Steven wegliepen, wat zei Steven tegen jou over die 12 uur dat ik weg moest? Hij zei dat hij die 12 uur niet zou geven. Dat was het? Ja. Oké, okay, thanks. Zo. Nee, nothing special. Hij vergeet dat de munt kan ook een keer draaien. Als hij de lul is, dan is hij van mij. Thanks. De diva weet genoeg. Op hoge poten naar Stefan. Wat is de reden dat jij mij gisteren die 12 uur niet gegeven zou hebben? Ondanks dat het om Cheyenne en Jairo ging gisteren. Wat is daar de reden van? En waarom loop je dan weg met Bart? Dan blijf je toch hier en dan zeg je in de tas, ik geef je die 12 uur gewoon niet. Bart, die neemt mij mee en zegt, Steef, dat kunnen we misschien allemaal vinden, maar zeg het nu zo direct. Nee, maar Bart heeft het dus zo overgebracht, alsof jij dus gewoon de boosdoener bent die gezegd heeft van ik geef haar die 12 uur niet. Maar hij heeft niet gezegd van ik heb hem meegenomen, want ik zeg nog waarom lopen jullie dan weg, waarom zegt hij het dan niet gewoon in mijn gezicht? Ja, hij zei van ik ga haar die 12 uur niet geven. Als je tegen Bart zegt, zou Steef zich aansluiten bij de overgrote groep van de meerderheid, ja, dan moet hij ja zeggen. Want dat is namelijk waarmee we terugliepen. Want toen zei ik van joh, als het allemaal zo moeilijk is hier, zoek het lekker uit. Ja, daar zit ik hier niet voor. Mensen leren ook niet, jongen. Echt. Ik weet niet wat er met iedereen aan de hand is, maar ze vergeten beter dat ze gewoon van Natas eigenlijk geen vijand kunnen maken. Want ik kan echt, echt vervelend zijn. Weet je, Bart is een type die wijst met zijn vinger. Heb je dat nou nog niet door? Hij doet nooit iets fout. Nee, iedereen doet het fout, behalve hij. Maar heeft hij mij hele fouten. Nee, en dat heeft hij aan Nicolaas nu ook al, dus het wordt echt lachen. Maar langzaam krijgen de mensen wel door. Hij is superieur, hè? Vergis je het niet, hè? Nee, schat, dat wil hij zijn. Nou, oké. Net zoals jij zegt van Natas, de mensen weten beter dat jij helemaal geen koninginnetje bent. Hij denkt dus ook dat hij superieur is. Etter. Ja. Oh, man. Stefan grijpt het akkefietje tussen hem en Natasia nog maar eens aan om Bart flink zwart te maken bij Nicolaas. Want die moet hij aan zijn kant houden. Even doorgeven van... Wat zeg je?
doorgekregen van de patiënt? Wat dan? Nee, dat is een hand. Wat was er? Jullie hadden weer een discussie van vroeger. Dat is dan weer een hand. Wat ja, wat ik zag je hebben staan. Ja, maar ging, nou, ik hoorde niks. Maar ging het over? Heel volgende. Dat gisteren met die van Natasja, weet je wel. Ja? Ze zei van nou, die is 12 uur, zie ik niet zo. Nee. Ja? Nee. Dus, en Bart die pakte me gelijk om mijn schouder, dus ik loop even mee. Ja. Dus Natasja, die dacht, wat is er in godsnaam aan de hand? Dus die was dus meteen samen gegaan naar Bart, wat is er aan de hand? Zeg maar, nou, steek me uit, die 12 uur niet geven, dat was het. Okay, dus leek... Hij legt alleen dat deeltje niet, weet je. Ja, natuurlijk, maar trouwens... Zij dacht echt dat ik, zeg maar, dat meestal mijn Bart had gekocht, ik zei, nou, zo is het echt niet. Ik zeg, Bart, laat dat deeltje zetten. Ja, die gast ook een boel te fucken de hele tijd, hè? Tegen Natasja, ik zei, joh, die jongen voelt zich zo superieur. Ik zeg, de enige die goed is, zei, en de rest is allemaal fout. Ik zeg, dus succes ermee. Iedereen stelt het maar lekker uit uiteindelijk, toch? Ik ben helemaal ziek van het hele, hier, het hele gemierenneuk, echt om 5000 keer niks. En Natasja heeft met Bart nog een appeltje te schillen. Bartje. Er zwaait wat. Luister dan. Ja. Je weet toch dat ik beter heb dat mensen dingen direct tegen mij zeggen? Ja. Jij nam Stefan gisteren mee en toen zei je tegen Stefan van je kunt het beter niet zo direct zeggen. Nee, ik heb gezegd... Wat haar de eigen keuze maakt. Maar het is beter als je, weet je, dat je hem niet mee had genomen. Want dan had ik hem gisteren meteen aan kunnen vliegen. Van Bart, dat kan jou ook gebeuren. Dat heb ik nu net gedaan. Ja. Maar hij zegt ook van luister, weet je, Bartje doet nooit wat. Die wijst alleen maar met zijn vinger, maar die doet nooit wat. Ja, maar ik ben van mening dat dit een zaak was waar wij niet voor het zeggen hadden wat jouw keuze was. Dus als dat jouw keuze is om dan te gaan, dan moet je die keuze aan haar laten. Ja, maar het lag niet alleen aan hem hoor, want Evelien, mijn leuke vriendinnetje, die had ook al meteen de mening klaar. Mm-hmm. Dus het lag niet alleen aan Stefan. Maar ja, weet je, het gaat nu gewoon heel erg nasty worden hier in huis, maar dat wist je al, hè? Stefan begint echt een gniepig mannetje te worden. Ik vertrouw hem voor geen kant. Ik vertrouw zijn hele verhaal niet, zijn achtergrond niet, wat hij doet niet, wat hij zegt niet, waardoor hij, waarvoor hij is gekomen niet. Nee. Zoals altijd wordt er in de game room flink wat afgerobbeld. En vooral door het duo Stefan en Eveline. En je raadt nooit over wie ze het hebben. Dus als ik nu naar Natasja kijk... En alles valt wel een beetje op zijn plek steeds meer, hè, hoe ik haar zie. Als het even kan, moet zij in het middelpunt van de belangstelling staan. Op het zieke af gewoon, hoor. Ja, op het zieke af. Kennelijk heeft ze dat nodig, anders kan ze niet functioneren. Haalt ze kracht uit. Ja. Haalt ze mega kracht uit. Als je Natasja leeg wil zuigen, moet je er absoluut geen aandacht meer geven. Mm-hmm. Maar al die aandacht, dat is voor haar benzine in de auto. Het is heel simpel allemaal. Hallo. Hey, Keel. Misschien is het maar mooi dat Natasja 10.000 euro heeft moeten betalen. Dan kan ze zich dan alle tijden achter verschuilen om niet weg te gaan. Ja. Want ik heb 10.000 euro betaald. Ja. Als je uitgaat, verdient het dan makkelijk terug aan iedereen. Als zij blijft, dat is echt niet goed natuurlijk. Dan stem je er toch uit volgende maand. Ik denk dat we iedereen unaniem kunnen meekrijgen. Ik ben heel hard dan hoor, maar ik bedoel... Ja, maar met welk doel is het dan? Voor het goede van haar? Voor het goede van haar? Ja, oké. Nou, voor de kinderen. Dat heb ik eerder gezegd. Ik vind namelijk dat ze terug moet naar de kinderen toe. Ja, dat vind ik wel. Ja, en naar Wilgoud toe. Dat vind ik echt. Ik vind dat niet kan, dit dan. Dat vind ik echt. Maar ja, wie zijn wij om dat te beslissen? Dus de keuze is aan haar zelf uiteindelijk. Dat had ik gisteren gehoopt met door te zeggen van... Oké, die 12 uur krijg je van mij nu 24 uur. Dat je in wezen voor haar dan de beslissing maakt... Dat is een mogelijkheid. En nog steeds. Het is toch wel heel frappant hè, dat gisteren eigenlijk wel zwaar nodig was om thuis van te zien en te spreken, lijkt mij in die situatie. Ja, en nu opeens klaar. Nu is ze 5 minuten gebeld en is het al goed? Ja, dat kan toch niet? Nee, dat vind ik ook. Dat kan toch niet? De laatste donderdag van de maand, ontslagronde. Als zij dan niet de juiste beslissing maakt, misschien moeten wij dan aan groep de juiste beslissing voor haar maken. Maar of dat zo gaat lopen... Kijk, ik heb er meer belang bij dat er dan een ontslagronde volgt... met oog op Bart of Brian. Dan vind ik Natasja de minst belangrijke in deze. Dus ik moet even kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat Nicolaas graag naar de fles grijpt, is niemand ontgaan. Dus het idee van de miljonairs om de drank te verstoppen... leek een goed plan. Bart en Brian hebben het uitgevoerd. Maar dan moet iedereen er wel zijn mond over houden. Jij moet straks je kruiwagen pakken en je mag je drank gaan binnenhalen, jongen. Dat kost je 4 uur tijd. We zijn het over eens met de hele groep.
Ik ga het niet meer ophalen. Waarom niet? Omdat ik het zware werk al verricht heb. Iedereen wilde het. Iedereen wilde het. Maar van wie was het idee? Wat zeg je? Wie's idee was dat? Twijfels uit. Is dat belangrijk wiens idee het is? Ja, ik begin een idee, ik begin een bedrijf en ik ben ook de enige die moet werken ervoor. Nee, ik heb een idee. Iedereen gaat akkoord en iedereen vindt het leuk. Alleen ik ben degene die het werk heeft verricht. En als het dan moet terug worden gedraaid, mag iedereen ook meewerken. Iedereen heeft mij verteld dat jij en jij het gedaan hebben. Iedereen. Maar je wist het, hè? Okay. Je wist het wel, ja. Ik heb Bart gezien, maar niet met fles. Maar, ondanks mijn bluf naar jou toe, ja, heeft iedereen tegen jou gezegd dat wij het gedaan hebben. Mag zo eerst mag ik zijn. Oké, dan ben je daar hard in je reet gaan meegenaamd. Want 9 mensen waren allemaal de tegen en hebben allemaal ik gezegd... Ik heb al een stemming tegen me gehad. Het is een vuile alcoholist. Hey, ik heb zo... Dat hebben ze allemaal gezegd. Dat hebben ze allemaal gezegd. En heb je allemaal fout gezien. Brian, dat is dus fout. Dat heeft niemand gezegd. En ik kan jou vertellen, is dat nog fout, want het geintje is niet gelukt. Ik zeg, het is goed zo. Dus ik zorg ervoor dat het geintje opgelost is. Het is opgelost. En jij wist het, iedereen wist het. En die werkte lekker om mij maar terug te krijgen. En that's it. En ik ben klaar met die discussie. En ik vind het eerlijk zo. En ik heb er niks mee te maken, dus pak de kruiwagen en zoek het maar lekker uit en that's it. Maar wie heeft het dan gezegd? Niemand, hij wist het. Wat? Hij heeft mij zien lopen, Brian niet. Dus wie is de schuldige? Ik ga het ook niet vragen, ook interesseert me helemaal geen bal. Hoe ziet de whiskyfles eruit? En die haal ik voor Nicolaas eruit. Zit ik dan hier in de bosjes drank eruit te vissen? Daar gaat er nergens over. Whisky, ik zie geen whisky. Grappig, hè? Met mijn haren vast. Degene die niet verlinkt hebben, die zijn niet zeker niet. Grappig. Sommige betwijfel ik niet. Dit is te zwaar. Nou. Ja. Hij wist het. Ik wist het. En die motherfuckers van beneden, die komen ook nu niet eens boven. Nee. Die schuiten in een broek. Maar ik heb ook voor hun een pakje aan. Iedereen nee, maar het slaat nergens op. Ah ja, dat is een grapje. Deze man, man. Heb je ons verlinkt? Vertellen of ik een man moet zijn? Heb je ons verlinkt of niet? Waar zit je vandaan, Brian? Hoe lang ken je me nou? Heel wat kort. Weet je van me? Niks. Oké, vraag het niet zo raar. Maar heb je ons verlinkt, ja of nee? Nee, jongen. Nee? Oké. Nee, nee. Dus je hebt niks gezegd? Ik heb het niet eens over gewisseld. Nee? Mijn woord. Oké. Ik ben ook heel verbaasd wat er allemaal gebeurt. Ja, ja. En wat er ook gebeurt, ik vind het allemaal oké. Ik mis van alles. Brian komt naar me toe. Heb je me verlinkt? Heb je me verlinkt? Ik weet helemaal van niks. Heb je me verlinkt? Ik zie alleen mensen opeens met flessen rennen uit een bosje terugkomen. En voor de rest weet ik van niks. Dat kan ik je garanderen. Ik heb jouw naam niet horen vallen. Met niks. Alleen nu. Heb je je mond open getrokken? Of heb je je smoel open gedaan? Dat Brian en Bart er beide bij betrokken waren. Je kan toch ook gewoon normaal niet zeggen, Brian? Ja, ik kan dat, maar ik ben nu een beetje boos. Dus ik fok normaal en ik zeg het gewoon hoe ik het wil zeggen. Ik heb niks over een grap nee? gezegd. Alleen... Dus je hebt niet gezegd dat Brian en Bart alcohol hebben weggedragen tegen Nicolaas? Nee. Nee? Maar ik vind gewoon, de grap is nu toch ook al voorbij? Nee, maar het gaat niet daarover. Het gaat erover of je een antwoord kan geven op de vraag die ik je stel. Ja, dat kan ik. Kijk maar aan, schatje. Alsjeblieft. Ja, dat is goed. Ik weet dat Nicolaas zeg maar, gezegd heeft dat hij Bart zag lopen. En inmiddels was de grap toch al uit, dus ik heb gewoon gezegd van nou ja, dat jullie zeg maar de drank hebben neergezet, maar dat is nu toch ook niet zo erg? Het is helemaal niet erg. Nee. Ik wil wel weten wat er in huis zit. Hoe bedoel je? Ik wil wel weten wat er in huis zit. Ik wil weten wie de snitches zijn en dat weet ik nu. Het komt mij verschrikkelijk goed uit dat Nicolaas nog bij ons in de groep zit vanwege het feit dat hij al zijn pijlen richt op Bart. En ondertussen is het voor mij de kunst om zo goed mogelijk met Nicolaas te blijven zodat die pijlen op mij zo lang mogelijk uitgesteld worden. Er is eerder al voor gewaarschuwd. Binnen de regels van de Gouden Kooi bestaat de mogelijkheid om één van de miljonairs te verzoeken de Gouden Kooi te verlaten. Alweer? Wie van de twee miljonairs daadwerkelijk de Gouden Kooi moet gaan verlaten, wordt bepaald door zijn of haar medemiljonairs. Leuk, jongens. Het spel is begonnen. Bauer is terug op tv.